Hallo en welkom bij deze tutorial. In deze tutorial ga ik kijken naar het maken van een schaalvariabele. Hoe doe je dat nou in R? Ik heb dezelfde start als de andere tutorials. Als je wil weten hoe dit werkt, dan moet je eventjes de allereerste tutorial kijken. Maar ik ga er nu niet op in. Een paar dingen vooraf. Ik kijk alleen naar een heel simpel geval van een schaal maken. Dat wil zeggen, het is een schaal met maar één dimensie. En zonder iets van een latente variabele benadering. Die benaderingen heb je ook. Benaderingen met meerdere dimensies heb je bijvoorbeeld PCA. Ga je verkennen hoeveel dimensies er in een set van items zitten. Of je hebt CFA, combinatorische factoranalyse. Dan krijg je met latente variabele toets je echt of een bepaald model goed bij de data past. Hier doe ik het met gewoon met correlaties en met Cronbach's alpha. In het simpele geval dat er een schaal is met maar één dimensie. Oké, en ik ga kijken naar houding ten aanzien van wetenschappers en de wetenschap. Er zitten een paar items in de data. En ik pas hier even een trucje toe. Dat heb ik ook al laten zien bij het verkennen van data. Dit zijn vier items. We beginnen al met Scient. En dan is BE, GO, HE en OD. En ik maak een soort een tijdelijk datasetje ergens daarvoor. Want dan kan ik dat heel makkelijk gebruiken. Dat wijs ik toe aan het object V. Op deze manier. En dan kan je daar heel snel allerlei bewerkingen mee doen. Hoef je niet elke keer in te toetsen. In te typen DTA, dollarteken, Scient, BE, comma, DTA, dollarteken, enzovoort, enzovoort. En overigens kan het ook nog op andere manieren. Je kan dus ook select, soms is het ook handig om select te gebruiken. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, oké, selecteer alle variabelen die starten met die lettercombinatie. Maar het komt op hetzelfde neer. Dus het geeft hetzelfde resultaat. Oké, dit zijn een paar dingen die ik heb laten zien bij het verkennen van data. Dus we gaan natuurlijk even die items verkennen om te kijken wat er allemaal in zit, hoe het eruit ziet. Ze lopen allemaal van 1 tot met 4, kun je zien. Iets anders wat opvalt is dat ze hebben allemaal een beetje een verschillend aantal missende waarden. Of juist geldige waarden. Dus dat is iets, daar moeten we zo meteen nog wel even naar kijken. Dat kan een beetje tricky zijn in sommige gevallen. Nou ja, even naar de attributes kijken. Dan zien we de label. Scientists want to make life better for the average person. Dus als je daar mee eens bent, dan heb je een groter vertrouwen in wetenschappers. We zien daar wel dat het eigenlijk gespiegeld. En dus strongly agree is 1 en strongly disagree is 4. Dus er zit overigens geen neutraal midden in. Het is agree of disagree. En dan sterk of strongly agree, strongly disagree. Dus dit moeten we spiegelen. Dus het is veel logischer als je hoger score hebt, dat je positiever bent over wetenschappers. En dat geldt ook voor scientists work for goods of humanity en niet voor het laatste item. The scientists are odd and peculiar. Als je daarmee eens bent, dan is dat een negatieve houding ten aanzien van wetenschappers. Dus deze staat eigenlijk al goed. Oké, even spiegelen. Ik maak een nieuwe variabele aan met underscore m erachter van mirrored. En dit is een truc die ik al eerder heb laten zien. En ja, ik kan niet genoeg benadrukken dat je altijd alles moet controleren wat je doet. En dus een van de tests die je zou kunnen doen is kijken wat de correlatie is tussen het oude item en het gespiegelde item. Want die moet natuurlijk exact min 1 zijn. Dat is precies dezelfde data, maar dan omgekeerd. Nou, dat klopt. En in die andere gevallen klopt het ook. Oké, dus ik ga even mijn rijtje variabelen updaten. Want ik wil natuurlijk nu de gespiegelde variabelen hebben. Die stop ik weer in V. En wat dan altijd heel nuttig is, is om gewoon even de correlaties te bekijken. Dan valt eigenlijk één ding op.
Dus je ziet al best wel wat goede correlaties. Punt 4, punt 5. Behalve voor dat item over dat scientists odd zijn. Als je daar de correlaties van ziet, zijn eigenlijk heel erg klein. Dus dat is een teken dat, ja, dat item eigenlijk niet zo goed bij de rest past. En dus om het anders te zeggen, je kunt best wel eens zijn met de stelling dat wetenschappers belangrijk werk doen. Maar dat betekent niet dat je ook zegt, nee, ze zijn niet vreemd wetenschappers. Je kunt best zeggen, ze zijn vreemd, maar ze doen wel belangrijk werk. Oké, dus dan kunnen we ook nog wel een beetje inhoudelijk uitleggen wat komt. Dus die ga ik eruit halen. We kunnen ook nog eventjes kijken naar de Cronbach's alpha, overigens. Die drukt die inter-item correlaties uit in een getal. Een getal tussen 0 en de 1. Waarbij. Heeft ik nog een waarschuwing, maar die kunnen we wel eventjes negeren. Getal tussen 0 en de 1, waarbij. Ja, punt 7, punt 8, dat zijn goede interne consistente, zoals dat heet, schalen. En dus dat met goede samenhangen tussen de items. En we zien hier dat het niet in die buurt zit. Dus de Cronbach's alpha is 0,44, dat is echt niet een goed samenhangende schaal. Wat wel interessant is, hier heb je een tabelletje met reliability if an item is dropped. Dus wat gebeurt er met die alpha als je iets eruit gooit? En dan zie je bij die. Laatste stelling zie je inderdaad dat hij dan omhoog schiet naar 0,75. Dus dat gaan we doen. We gaan die eruit halen. Dat laatste item. We gaan de schaal maken met van drie items. Oké, dus favor eventjes updaten. Nou, dan zou je dus moeten zien dat inderdaad die alpha is naar 75 geschoten. Dus dat lijkt een goede schaal te zijn. En dan, dan gaan we het uitrekenen. Maar we gaan wel eventjes nadenken over die missings, of we daar iets mee moeten. Dus een manier om dat te doen, is op te tellen hoeveel missings er in die drie items zitten. Dus dat kan zijn 0, 1, 2 of 3 keer missing. En dat doe je met die row sums, kun je dat ook. Row sums functie kun je dat doen. En daarin zet je dan de functie is en 1. Dus die v heeft onze drie variabelen. Wordt drie keer de functie is en e op toegepast. Die is en e, die heeft een waarde 1 als het inderdaad die variabele missing is. En een waarde 0 als het niet missing is. En dus die row sums gaat die nullen en enen optellen. En dat wordt dan een getal tussen de 0 en de 3. Dus er zijn 0 variabele missing. Of er zijn 1 of 2 of 3 variabele missing. Nou, en dan zie je dat het inderdaad wel wat. Een paar keer voorkomt. Dus dat er één item ontbreekt, dat komt 29 keer voor. En dat er twee items ontbreken, komt 8 keer voor. Als het drie ontbreken, ja, dan kun je niks meer, want dan heb je gewoon helemaal geen informatie. Ja, maar in die tussenliggende gevallen zou je nog kunnen zeggen van, nou ja, die willen we toch wel meenemen. En als je het gemiddelde uitrekent, dan is dat eigenlijk geen probleem. Dan kun je gewoon negeren dat die missing waardes er zijn. En dat doen we met. Door aan row means toe te voegen na.remove is true. En dus als er in die gevallen waar er eentje ontbreekt, gooi die ontbrekende waarde gewoon uit en reken toch gewoon alsnog het gemiddelde uit. Oké, nou, dan kan ik toe aan een nieuwe variabele. En dit is een manier om even een soort overzichtje te maken. Dus ik zet de drie variabelen op een rij en dan het gemiddelde, dus de schaalvariabelen als laatste. Dat kun je hier zien, hier staan de drie variabelen en dan de schaalvariabelen die we hebben gemaakt. Dan moet ik even op zoek naar een rij met een missing. Even kijken. Ah, hier, persoon 81. Heeft het eerste item niet beantwoord, op de tweede een 3 gescoord en op de derde een 3 gescoord. Nou, daar wil je natuurlijk dat hij de score 3 krijgt. En dus dat is netjes gebeurd. En als respondenten 3 keer missing hebben, kun je er niks mee. Oké, dus dat gaat verder prima. Het is alleen wat trickier als je. Dat doet bij de somscore.
als je toch een somscore wil, omdat ja, bij sommige schalen is het bijvoorbeeld gebruikelijk om ze uit te drukken als de som van items in plaats van het gemiddelde van items. Dan moet je even heel goed opletten wat er nou gebeurt met die missings. Dus ik kan het laten zien door twee verschillende somscores te maken. Die psi 3 en die psi 4. Allebei row sums van alle variabelen, van alle waarden optellen. Eén keer met NA removed is true en één keer met NA removed is false. Ja, dan zet ik het weer op een rijtje met eerste NA remove is true en dan de NA remove is false. Laten we even kijken bij persoon, wat was het, 81? Ja. Wat er nou gebeurt? Die persoon heeft eerst een NA en dan een 3 en een 3. Wat er gebeurt als je die NA remove op true zet met rowsums, dan haalt hij dus die NA eruit en de overgebleven waarde telt hij op. Dus 6 krijg je dan. Nou, en dat is iets wat je niet wil, want dit geeft een hele rare vertekening, omdat ja, die 6 bij 2 items, dat is een hele andere 6 dan bij 3 items. En als iemand 2, 2, 2 heeft ingevuld, heeft hij ook soms score 6. Dus je krijgt hier een hele rare vertekening door. Dus als je wil optellen en je ziet dat er sommige items missing zijn, dan is het belangrijk om te zeggen NA remove is gelijk aan false. En want hier zie je in de laatste kolom wat er gebeurt als je dat zo instelt. En dan zegt hij, oké, ik heb een NA, een 3 en een 3. Ja, die kan ik niet optellen. Want ik weet niet hoe ik een NA moet optellen. Dus dat is wat je wil. Want anders krijg je gewoon vreemde betekende resultaten. Dus gebruik nooit soms scoren met NA remove is gelijk aan true. Ja, als laatste heb je soms nog wel wat ingewikkeldere optelsommen. En je hebt bijvoorbeeld wel eens schalen waarvoor dan de items kunnen verschillende waarden hebben. Zeg 1, 2, 3, 4, 5. En je telt alleen maar de scores hoger dan 3 op. Zoiets dergelijks. Dat komt wel eens een keertje voor. En dus als iemand zegt agree of strongly agree, dan krijgt hij 1 punt. En als die disagree heeft, dan zegt hij 0 punten. Dan kan je het ook weer met rowsums doen, maar dan zet je bijvoorbeeld deze voorwaarden in. Lijkt een beetje op wat we net ook hebben gedaan met het is en nee. Dus die v, dat zijn onze 3 variabelen. En er wordt van gekeken of ze groter of gelijk zijn aan 3. Dat kan waar zijn of niet waar zijn. Het kan een 1 of een 0. Dat moet je dan optellen. Ja. En dus dan krijg je, als het goed is, een schaalvariabele die loopt van 0 tot met 3. Nou, dat zien we hier ook netjes gebeuren. Oké. Dat is het. Ik hoop dat dat duidelijk is en dan gaat dat lukken, denk ik. Succes!